Dank je. Het staat je goed. Hey, wat is er nou gebeurd? Hoe reageerde Nooran? Heb je iets tegen haar gezegd? Wat een feest. Er is nog wel iets moois uit voortgekomen. Nooran en Rick zijn gelukkig. Hey Janine, ben je ook een borrel? Nee, ik ga sporten. Oh. We hebben wat te vieren. Oh, hallo. Elif Baydar. Hi, Janine. Ach, natuurlijk, het huwelijksfeest. Ja, dat is niet doorgegaan. U kent mijn dochter? Ja, ze is een huisgenoot van mijn dochter. Maar wat is er gebeurd? Was je familie boos? Kun je het uitleggen? Ik snap dat je er niet over wilt praten. Als je even een tijdje wil onderduiken, dat kan hier. Ik bedoel natuurlijk niet hier, maar... We hebben logeerkamer, dus als je... Wat heb je over mij gezegd? Het is een lang verhaal, maar ik denk uiteindelijk dat het zo beter is. Dat denk ik ook, ja. Wist jij ervan? Oh ja, Lucas natuurlijk. Ik denk wel dat hij dit zo snel mogelijk moet weten. Wie is Lucas? Dat is de jongen waar Bilal verliefd op is. Je moet iets zeggen. Betekent dit dat je voor mij kiest? Ja. Ik denk het. Je denkt? Nee, ik weet het. Ik weet gewoon dat het beter voelt als ik bij jou ben. Dan is alles beter. Ik wil je vaker zien. Als jij dat ook wilt, tenminste. Ja, natuurlijk. Maar weer morgen weer niet iets anders. Weet je het zeker?